FC Twente is door de KNVB bestraft voor de bestuurlijke wanorde. De club mag blijven bestaan, maar de licentie is voorwaardelijk ingetrokken. FC Twente moet voor 1 mei alle zaken op orde hebben, anders raakt de club de licentie alsnog kwijt. Het zijn lastige tijden voor de supporters van FC Twente. De club gaat ze aan het hart. Een van de grootste supportersverenigingen, de Vriendenkring... Heeft besloten om de boete die FC Twente opgelegd heeft gekregen te betalen. Nou, weet je wat het is? Uh, Twente vinden wij dat hij ongenadig hard gestraft is door de licentiecommissie. Um, om reden dat twee personen vermeend daaraan schuldig zijn. En daar kun je niet de hele club uh, voor verantwoordelijk stellen, vinden wij. En wij vinden dat wij Twente moeten helpen. Waar halen jullie het geld vandaan? Wij hebben uh, genoeg vet op de botten. Wij zorgen voor, goed voor onze centjes. Dat heeft Twente het afgelopen jaar niet gedaan, maar wij wel. Wij vinden de straf uh, buiten alle proporties hoog. Het nieuws over de straf van FC Twente heeft uiteraard ook het stadhuis van Enschede bereikt. Daar wordt deze week avond en avond vergaderd over de garantstelling van 32 miljoen euro aan de club. Die garantstelling is voor de club van levensbelang. Want als de gemeente FC Twente niet steunt, dan gaat de club failliet. Ja, de straf die de KVB heeft uitgedeeld, dat is een straf waarvan ik de motivatie heel erg goed kan, kan begrijpen. Ze zeggen eigenlijk, Twente moet schoon schip gaan maken. Dat is iets wat we als gemeente in de afgelopen weken ook gezegd hebben. Dus dat is een, 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 goed dat de KVB dat ook op die manier heeft gezegd. Het is natuurlijk wel een, een spannende, want dat betekent dat Twente ook echt hard aan het werk moet... om dan ook aan de slag te gaan om schoon schip te gaan maken... Uh, gelukkig is het dan wel zo dat als ze dat ook doen, en daar hebben ze dan een half jaar de tijd voor, uh, dat dan toch nog uh, alles op zijn pootjes terechtkomt. Dan behouden ze de licentie. Eelkos speelt een fantastische rol in deze. Die kijkt heel nuchter en zaken naar uh, wat er aan de hand is. Uh, zij hebben een enorm dilemma, namelijk of je uh, verlies 17 miljoen euro die je in het verleden hebt ingestoken, of je gaat nu borg staan voor 32 miljoen. Het, uh, als je voor 32 miljoen borg staat, wil nog niet zeggen dat je dat geld uitgeeft. En dat is natuurlijk wel het sterke aan dit verhaal. Wat betekent dit nu voor de garantstelling waar jullie vrijdag over gaan uh, praten? Ja, dat is uh, uiteraard aan de gemeenteraad. Die zullen ook uh, dit moeten wegen, hoe zwaar ze eraan uh, tillen. Uh, het is ook een beetje het verschil. Tussen zeg je nu van nou, de licentie ben je kwijt en dat komt nooit meer goed. Uh, of ben je wat positiever en zeg je: Nou, als Twente gewoon een half jaar uh, stevig doorwerkt, dan, uh, dan lukt het ze wel om uh, orde op zaken te stellen. Uh, ik ben uh, van de laatste categorie, maar het is aan de gemeenteraad. Dus u heeft er wel vertrouwen in? Ik denk dat als FC Twente het komende half jaar echt alles op alles zet om schoon schip te maken, uh, dat ze dat gaat lukken. FC Twente wil nog niet reageren. Dat doet de club pas als de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de garantstelling van 32 miljoen euro.